Hijama is een natuurlijke geneeswijze aanbevolen door onze profeet Mohammed, vrede zij met hem. Hijama dient onder andere tegen rugklachten, stress, reuma, migraine, haaruitval, hartklachten en nog veel meer kwalen. Naast de hijama biedt hijama en cupping ook rokya sharia aan. Rokya sharia bestrijdt onder andere sihr en het boze oog. Kijk op www.hijama-en-cupping.nl voor meer informatie over alle therapieën en behandelingen. Hoe lang ben je getrouwd? Twee maanden. Twee maanden sowieso. En waar ben je op huwelijksreis geweest? Weer ben ik boeiers. Vrouw met of zonder make-up. Wanneer is een vrouw mooier, met of zonder? Nee, zonder. Ja, ja. Tuurlijk. Als ze gaat trouwen en je ziet haar op het feest, dan schrik je rot. Gewoon piepen, gewoon eng, gewoon helemaal gewoon. Je had een goede smaak. Je zag er goed uit. Je was mooi bruin. En op de dag van de bruid, jongen. Make-up is iets wat meisjes gebruiken om juist die afschuwelijke dingen die ze op hun gezicht hebben. Ja. Kijk, wat zijn die afschuwelijke dingen? Puisten, meeeters, wat vrouwen dus afschuwelijke dingen vinden. Dus als ik wakker word en ik zie een puist, denk ik, mooi. Die is over een paar dagen is die gewoon weg. Ja, ja. Maar ja, vrouwen vinden het altijd een hele drama, dus er moet make-up overheen. En jij denkt als je met hem gaat trouwen, hij is een leuke jongen, hij is een rijk, hij is blut. Oké, jij wil maar 5.000 voor de bruiloft neerleggen, hè? Nee, max 10. Oké, max 10. Moet het meisje meebetalen? Moet het meisje trouwens meebetalen of niet aan de bruiloft? Ja, dat natuurlijk wel. Ja, echt? Ja, tuurlijk. Die 20.000 euro kan ik niet zelf oppoesten, hè? Hoeveel moet zij meebetalen dan? Zeker de helft. Ik zeg eerlijk, broer. Tegenwoordig zijn vrouwen rijker dan mannen. Ja? Ze hebben gespaard? Ze hebben gespaard. Ze hebben geen onkosten, ze hebben niks. Niks. En als ze zeggen, ja, nee, heb ik niet. Oh, dan gaan we gewoon naar stadhuis 50 euro betalen en de handtekening en dan gaan we naar huis. Ik loop hier op een onderdeel van de trouwbeurs. Yes. En valt me eigenlijk op dat er zoveel trouwdingen worden gepromoot, maar eigenlijk scheiden de mensen steeds vaker de laatste tijd. Klopt, dat is waar. Heel veel Marokkanen scheiden de laatste tijd gewoon. Ik zie het gewoon, ja. Zeg maar, ik vind het niet erg. Maar waarom scheiden jullie? Weet je waarom jullie denken, ik scheiden gewoon allemaal? Jullie denken, zeg maar, huwelijk is leuk. De islam heeft heel veel regels opgesteld. Heel veel regels die het eigenlijk simpeler maken voor iemand. En in Sunnah an-Nur zegt bijvoorbeeld Allah subhanahu wa ta'ala hoe je met een vrouw moet omgaan. Wat je doet met een bruidschat. En hoe je, ja, echt alles binnen het islam is gekaderd. Wat jij dacht, zeg maar, ik heb een leuke mooie vrouw. Snap is gewoon make-up, vriend. Doordat ze dat gebruiken, voelen ze zich wat zekerder en wat mooier. En het uiteraard, ze worden wel heel mooi van. Dat vind jij? Jij vindt dat make-up mooier maakt? Ja. Dat maakt ze wel mooi. Ja, vind je? Ja, eerlijk gezegd wel. Romantisch man. Ik heb zo'n vies clipje op YouTube gezien. Eén man ging zemmen zingen voor zijn vrouw. Stel voor een meisje die trouwt met jou, denk ze dan na een jaar, oef, die man van mij, irritant gozer. Ik hoop het niet. Ja, maar of ben je flex of ben je lastig? Flex. Ja? Ja. Ja, tenminste, de man, hij kan niet continu bij één vrouw blijven, snap je? Ja. Dus gaan er wat problemen komen, snap je? Ja. En vanuit de kant van de vrouw? Vanuit dezelfde vrouw. Ja, als zij niet genoeg aandacht krijgt van de man, ja, dan denk ik dat zij ook van de andere kant op gaat, denk ik. Ja, dus dat is wel gevaarlijk. Ja, tuurlijk. Nee, je weet, hij wil wel ergens trouwen, maar het duurt lang en dit. En ik denk, wanneer kom je nou, joh, dit, dat, bla, bla, en hij wil niet komen. Weet je wat je gewoon moet doen? Gewoon scheid hebben, gewoon. Ga gewoon kaart om zijn hand vragen. Hij schrikt zich rot. Neem gewoon heel je familie mee, hè. Vrouw met kastjes, koekjes, cadeaus. Allemaal snorren, ooms, zwagers. Gewoon 16 man voor de deur ineens.